Pilon, je hebt de wedstrijd van de eerste helft op de bank beleefd. Wat heb je gezien? Nou, dat op zich redelijk goed vanuit de organisatie begonnen. Ik denk de eerste 30 minuten stond het prima. Kan je op 1-0 voorkomen met de situatie van Nick, die voor mij teruggefloten werd. Nou, dan is het toch wel zuur dat je dan 1-0 achterkomt. In de rust moest ik gaan warmlopen. Toch ook nog een gedeelte meegekregen van wat in de kleedkamer werd gezegd. En werden gewoon rake dingen gezegd, dat we kort erop moesten. Nou, dan is het top dat je na rust op 1-1 komt. En eigenlijk toch wel een beetje teleurstellend dat je dat niet echt kan doordrukken. Ja, daarna had ik ook het idee dat HSC alsnog wel feller op de bal was. Hè? Die 1-1 valt snel, maar ik vond eigenlijk gedurende de hele wedstrijd hun feller. Ja, dat heeft ook een beetje mee te maken dat wij de bal niet echt in de ploeg wisten te houden. En als je dat niet voor elkaar krijgt, dan is het ook lastig om in je duels te blijven en te komen. Nou ja, daar moeten we nog aan werken, denk ik, met elkaar. Maakte te weinig gebruik van die ruimtes die er toch wel lagen. Nou ja, dat is zuur, maar achteraf mag je met een punt hier niet heel erg ontevreden zijn, denk ik. Wat gebeurde er bij die goal? Bij de 1-1? Ja, ik zag dat die bal werd ingeschoten door Danny, hè. Keeper die hem losliet. En dan moet je als aanvaller moet je daar gewoon altijd bij zitten. Nou ja, dan is het fijn als hij voor je voeten komt. Aanneemt. Ik voel nog wel die tegenstander in mijn rug komen. Ja. En dan glijden we samen over de doellijn. Nou, en dan is het gewoon lekker dat je hem in ieder geval het doelpuntje weer maakt. Dus dat is prettig. Maar ik had hier liever met 3 punten gestaan. Hoe kijk je dan terug op je eigen optreden? Gewoon puur alleen op jezelf? Ja, gemengd. Ik had een aantal acties dat ik de bal in mijn voeten kreeg, dat ik de tegenstander kon opzoeken. Dat mijn actie goed was, maar de voorzet niet. Nou, het is voor mij ook even wennen nu aan de rechterkant. Bij GVV heb ik een jaar lang op linksbuiten gespeeld. En, dus in die zin is voor mij ook even wennen, hè, die bal goed aansnijden. Maar ik heb wel vertrouwen in dat het gaat komen en dat de resultaten ook beter gaan worden. Bedankt, man. Hans, ben jij gezien het spelbeeld tevreden met een punt? Ja, absoluut. Dat moet je heel snel vergeten. En blij zijn dat je nog een punt pakt. Zeer, zeer matig begonnen. Daarna wel een beetje herpakt. Na de rust een korte periode waarin je echt waarin je het goed doet. En dat resulteert ook in die 1-1, wel vrij snel natuurlijk. En daarna zakt het weer weg. Ik had het idee dat zij feller waren. Eigenlijk de hele wedstrijd. Korter op de bal, meer druk. Ja, dat heeft te maken met dat zij het speelveld kleiner hielden. Wij groter dus. De afstanden voor de middenvelders die waren gewoon te groot. En dat heeft te maken dat de voorhoede niet aansluit. Of terugsluit, zoals je wil noemen. En de achterhoede daardoor automatisch naar achteren ging. Om zich toch een beetje in veilige zone te denken te bevinden. Dus daar lag vandaag het grote probleem. En als je toch in problemen moet denken. Dan is het natuurlijk vrij jammer dat je in de rust al 2 keer moet wisselen. Eigenlijk al 3 keer moet wisselen. Maar ja, die derde wissel wil ik nog niet. En dat je heel snel in de tweede helft die derde wissel moet toepassen. En daardoor kan je dus tactisch heel weinig doen. Je ziet ook eigenlijk, zeker in het laatste kwartier, dat die derde wissel eigenlijk nog lekker had geweest als hij er was. Want je ziet sommige jongens echt met de laatste kracht die ze hebben nog op het veld lopen. Ja, nee, dat klopt. Maar dit spelsysteem vraagt ook veel lucht, zeg maar. Ze hebben grote longen nodig en zover zijn we nog niet. Maar ik wilde de tweede helft wel zo spelen, zeker omdat je achter staat. En hoe meer wij achteruit lopen, hoe kwetsbaarder wij worden. Hoe is het met Robbie Holter? Ja, Robbie is niet goed. Ik ben geen dokter natuurlijk, maar Robbie is wel naar het ziekenhuis toe. Dat was een behoorlijke knal op zijn hoofd. En ik denk dat het wel iets is om dat in de gaten te houden. Vandaar ook dat ze ervoor hebben gekozen van de medische staf en terecht dat ze met hem naar het ziekenhuis gaan. Hoe ga je nou volgende week op de training dit probleem aanpakken? Ja, Robbie is er niet dus. Nee, ik bedoel meer gezien de wedstrijd, hoe er gevoetbald is. Je zal dingen moeten aanspreken en daar zou je oplossingen voor moeten hebben als trainer. En die zou je ook moeten aandragen tijdens een 11 tegen 11 of een kleine spelletje. Ik vind dat wij op het moment zeg maar, dat wij de bal verliezen, dat het heel lang duurt voordat wij de bal terug hebben. En op het moment dat wij de bal winnen, dan wordt er te veel safe gespeeld. Bedankt, Hans. Ja.